55-plussers konden de afgelopen 20 weken in Bijum met het initiatief Old Stars in de Wijk allerlei sporten beoefenen. Het initiatief is bedoeld om ouderen samen in beweging te krijgen, waardoor de deelnemers gezond blijven. Dat is zo'n succes geweest dat we ook doorgaan daarmee. En vandaag is dus de afsluiting en eigenlijk het nieuwe begin van de volgende periode. Deze feestelijke dag in het wijkcentrum Het Trefpunt was dan ook erg speciaal. Voormalig Olympisch tafeltennister Bettine Vriesekoop is ambassadrice van Old Stars en kwam een speciale clinic geven. De Old Stars is een heel mooi programma, hè, voor allerlei sporten en aangepaste vorm voor ouderen. En ik vind het echt een fantastisch idee. Wij hoeven onze sport natuurlijk niet aan te passen, want je kan tafeltennis op elk niveau. Hè, want je hoeft niet hele grote afstanden af te leggen. Maar dat er allerlei aangepaste vormen zijn en dat wij er onderdeel van maken als sport is gewoon heel goed. Want er zijn toch heel veel mensen waar de drempel gewoon te hoog voor wordt. De deelnemers zijn laaiend enthousiast. Het is gewoon heerlijk om in beweging te blijven. Dus ik ben iemand van teamsport. En ja, dit is een gepaste manier om het toe te passen. Ook in verband met de coronaperiode merk ik toch met die maatregelen, dus dat de mogelijkheden wat minder worden of waren. En dan is het toch belangrijk om op een bepaalde manier toch in beweging te blijven, want rust roest. Plezier en verbinding spelen ook een grote rol bij deze trainingen. Ja, ik denk dat bij deze groepen momenteel ongeveer een stuk of 10 mensen zijn, toch wel een vaste groep ook, die wekelijks terugkomen en met veel plezier echt een hechte groep aan het worden zijn. Vriesekoop is een voorbeeld voor de ouderen. Nou, dat hoop ik. Ja, ik hoop in ieder geval. Ja, hoor ik. Nee, ik hoop in ieder geval een impuls te geven aan mensen. Dat komt natuurlijk omdat ik zelf ook al 60 ben. En er zijn mensen die vanaf 55 in deze doelgroep vallen. En dus ik probeer wel te zeggen. In ieder geval dat voorbeeld te zijn. Dat probeer ik. De oud-prof blijft benadrukken hoe belangrijk het is om te bewegen. We willen allemaal gezond oud worden, want oud worden en ongezond zijn, dat is natuurlijk geen goede combinatie. Dus we doen allemaal ons best om zo fit mogelijk te zijn.